Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Zo. Goedenavond, welkom. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. En ook voor de mensen die thuis meekijken, welkom. Mijn naam is Jante Mosselman, ik ben programmamaker hier in de Bali. En we hebben denk ik een hele mooie en interessante avond voor jullie vanavond. En dat komt voornamelijk door de twee sprekers, Mieneke Schipper en Marianne Donner. En zij gaan vanavond met mij en met jullie in gesprek over macht, over onmacht, over relaties tussen seksen en hoe die veranderd zijn. Over het toe-eigenen van het lichaam en dan voornamelijk het lichaam met een baarmoeder. Nou, volgens mij gaan we een mooie avond tegemoet met elkaar. Nu zijn er ook altijd een aantal praktische dingen die ik moet vertellen. En het eerste is dat jullie vragen mogen stellen. Het liefst aan het einde van de avond. En het is fijn als die vraag zo kort mogelijk geformuleerd kan worden. En helemaal omdat we met zoveel mensen zijn vanavond. Dus hoe korter je vraag, hoe groter de kans dat je buurman ook een vraag kan stellen. Of je buurvrouw natuurlijk. Dan is het nu denk ik tijd dat ik de sprekers aan jullie voorstel, wat uitgebreider. We beginnen zo dadelijk eerst met een lezing en daarna gaan we over in een gesprek. En dat doen we met Mieneke Schipper. Zij is hoogleraar emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap. Ze publiceerde ontzettend veel boeken, onder andere Trouw nooit een vrouw met grote voeten, vertaald in vele landen. En nu is daar dit boek, Heuvels van het Paradijs, een geschiedenis van macht en onmacht. Ik heb het gisteren uitgelezen. Het is ontzettend interessant. Het neemt je mee naar honderden, eigenlijk misschien wel duizenden jaren geschiedenis. En het beschrijft eigenlijk hoe mannen en vrouwen toen met elkaar leefden. Dus lees dat boek. En zij gaat in gesprek met Marianne Donner. En zij is schrijver en publicist. Ze schreef, ze schreef twee romans en ze werkt aan de derde, geloof ik. Dus ze knikt. En ze publiceert onder andere in NRC Handelsblad, de Volkskrant en de Groene Amsterdammer. En in de Groene lazen jullie misschien wel haar artikel over giftige jonge mannen, waar we het vanavond ook over zullen hebben. Volgens mij is dat het. Misschien ben ik dat iets vergeten, maar dat komt dan vast later wel. En dan wil ik jullie nu vragen om Mieneke Schipper een heel warm applaus te geven. Dank voor dit prachtige applaus. Een warm bad om te beginnen. Wij gaan het dus hebben over het nieuwe boek. Maar ik wou om te beginnen zeggen dat wij als mensen, als mensheid, met elkaar hetzelfde lijf delen en dezelfde lichaamsfuncties. Op een paar onderdelen na die vrouwen fysiek van mannen onderscheiden. En die paar kleine verschillen staan aan de wieg van een wereldwijde orde waarin mannen geleidelijk meer macht, meer aanzien en waardering kregen. Een orde die veel terreinen in de samenleving voor vrouwen eeuwenlang ontoegankelijk verklaarde. Hoe kon dat gebeuren? Naar antwoord op die vraag was ik geïnteresseerd bij het schrijven van dit nieuwe boek. Want in de 20e eeuw hebben wij het geluk gekend en nog, het is nog groter geworden, zijn vrouwen voor het eerst posities gaan innemen op allerlei terreinen
die voorheen ontoegankelijk voor hen waren. En deze relatief recente ontwikkeling gaat overal gepaard met onwennigheid, ongemak, frustratie en geweld. En daar zal Marianne het straks ongetwijfeld ook met ons over gaan hebben. Want het delen, lieve mensen, van privileges, dat gaat nooit zomaar vanzelf. Ik probeer in vliegende vaart kort aandacht te besteden aan de macht van mythen. Dan zoomen we in op vulva's. Daarna kijken we naar geweld, heel kort, en geleerdheid. En tenslotte naar de buitenkant slavernij van zoveel vrouwen. De tradities verbinden ons hecht met onze voorouders. Veel hechter dan wij het zelf beseffen. En vergeet het nooit, het verleden doet ertoe voor wie het heden wil begrijpen. Mythen over cruciale kwesties die de hele samenleving aangaan, zijn door de eeuwen heen doorgegeven in beelden en in verhalen van ontstane seksenongelijkheid. Kijk even naar de eerste beeldjes van de mensheid. Beeldjes van vrouwen. En lang voordat de oudste verhalen, de oudste gebeden en liederen werden opgeschreven, bestonden er al afbeeldingen van vrouwen. Beeldjes van steen, van bot, van ivoor, met prominente borsten, buiken en vulva's. Gemiddeld zo tussen de 10 en 20 jaar oud. En op veel plekken gevonden, van Europa tot Azië en de Amerika's. In 2008... werd het tot nu toe oudste beeldje gevonden. Een vrouwenfiguurtje van ivoor opgegraven in Holevelds, in een holle rots in Duitsland, in het zuidwesten. Een klein beeldje met enorme borsten en een gemarkeerde vulva, gebeiteld uit de slagtand van een bolharige mammoet. Rechts naast haar zien wij ook zo'n beeldje. En dat komt uit Willendorf, 30.000 jaar oud. En links is 35.000 tot 40.000 jaar oud. En zij zijn de alleroudste. En de archeologen hebben vanuit mannelijk perspectief deze dames Venussen genoemd. Maar dat slaat echt nergens op. Want Venus was een Romeinse godin. En die stond heel laag genoteerd ten opzichte van oppergod Jupiter. Maar goed, laten we dat even als een detail beschouwen. Ja, kijk even naar deze vrouwenfiguur uit Çatalhöyük. Een stedelijke nederzetting in Anatolië in de late steentijd. 6 of 7 millennia oud is ze. Zij is een machtige vrouw. Ze laat haar armen leunen op leuningen die eigenlijk leeuwinnen zijn. En een versgeboren baby ligt tussen haar voeten. Ook zonder contact tussen elkaar bedachten culturen allerlei verhalen waarin een machtige godin of aardmoeder zich manifesteerde in alles wat leefde. Je moet je dat voorstellen als een enorm moederlijf dat op de aarde ligt uitgestrekt tot aan de horizon. En al het bestaande is uit haar voortgekomen. Ze baarde en voedde alle leven zonder tussenkomst of bemoeienis van enige mannelijke god. De planten, bomen en dieren en ook de kleine mensen kwamen uit haar geboortekanalen omhoog. Als sprinkhanen, ik citeer uit één zo'n verhaal. Als sprinkhanen kropen ze in het donker naar buiten, hun lijfjes naakt en zacht, hun ogen nog dicht. Een verhaal van de Acoma Pueblo in New Mexico. En aan het eind van het leven namen zulke godinnen, moedergodinnen, alles en iedereen weer liefdevol terug in hun gastvrije schoot. Maar geleidelijk heeft deze moedergodin veranderingen ondergaan. Ze versteende. En haar scheppende taken werden geleidelijk overgenomen door een mannelijk personage. In oude verhalen van de Salishan-Indianen in Canada blijkt er opeens een met hoofdletters oude man bovenop moeder aarde te zitten. Hij plukt stukjes uit haar lijf en rolt daar balletjes van. En de laatste balletjes worden mensen
die hij ook zelf leven inblaast. Ja, ooit had moeder aarde het allemaal in zich, maar haar carrière richting hoogste godin werd tegengehouden door het glazen plafond van haar heilige huwelijk met de hemelgod, zegt Mircea Eliade daarover. En dat ergens ooit een matriarchaat zou hebben bestaan, dat is wishful thinking geweest van sommige feministen. Daar is nooit wetenschappelijk, door onderzoek nooit bewijs voor gevonden. Ik wou nog even zeggen, maar dat is kennelijk weggeraakt, dat in het Chinees, dat vind ik buitengewoon interessant, vertelde een collega uit Shanghai mij, dat in het Chinees het sleutelbegrip God oorspronkelijk betekent het vermogen om kinderen te baren. Maar in de loop van de geschiedenis is dat idee van voortbrengen uit dit godsbegrip verdwenen, net als elders in de wereld. En ook in China kreeg de moedergodin een ondergeschikte rol als partner van een mannelijke god. Dus ook zij is tegengehouden door dat glazen plafond. En je ziet het in verhalen gebeuren, dat vond ik werkelijk een openbaring. De macht van de scheppende, barende en voedende moedergodin begon af te brokkelen en soms moet ze letterlijk inkrimpen. Als een oppermachtige hemelgod het verhaal van haar, het initiatief eigenlijk van haar overneemt. Zoals hier. De aarde was zo groot dat de hemel haar niet kon omarmen. En hij zei, hoewel je mijn vrouw bent, ben je groter dan ik. Zo kan ik je niet nemen. Maak jezelf kleiner. De aarde plooide zich inschikkelijk en soepel en zo ontstonden er bergen en dalen. Toen ze kleiner was geworden, was de hemel in staat om de liefde met haar te bedrijven. En wanneer je naar nog weer andere verhalen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld in Egypte, daar is een autonome voortplanter, de Egyptische god Atum. Hij paart met zijn eigen hand, al dus een oude Egyptische graftekst. Hij masturbeert en neemt zijn eigen zaad in zijn mond. Ik heb helaas dat plaatje niet kunnen vinden. Maar er is een afbeelding in een graf, heb ik gelezen, waarin hij zich acrobatisch dubbelvouwt. En hij heeft ook een lange penis, zodat het een geval van autofellatio wordt. Oh, wacht even. Ja, en dit is wat hij zegt in een andere graftekst. Voordat de hemel was ontstaan, voordat de aarde was ontstaan, was ik het grote wezen dat uit mijzelf ontstond. Helemaal alleen vervulde ik al mijn verlangen. Zo was ik het die Shu uitspuwde en Tefnut uitbraakte. Dit gebeurde, nog eens met nadruk, toen ik nog alleen was. Ik masturbeerde met mijn vuist, ik paarde met mijn hand. Ik spuwde uit mijn mond, uit mijzelf. Ook sommige afbeeldingen laten zien hoe het baren wordt overgenomen door een oppermachtige hemelgod. Kijk eventjes naar Zeus. Kom op. Hoe kan het dat hij dat niet doet? Oh, wacht even. Hier is hij. Dat is mooi dat we die toch even kunnen zien. Zoals jullie misschien weten had Zeus een zeer wijze vrouw, Metis, die zwanger was. Maar een orakel had hem verteld dat het kind dat Metis zou baren misschien wel te machtig zou zijn. Een rivaal voor hem zou kunnen zijn. Dus hij dacht, weet je wat, ik vreet Metis op en dan kan zij toch vanuit mijn binnenste mij altijd nog wijze raad blijven geven. En dan hou ik het allemaal overzichtelijk. En dan moet de smid Hephaistos zijn schedel klieven. En hier zien we hem ondersteund door de godin van baren en weeën naast hem. Dat zijn dochter Pallas Athene uit zijn hoofd omhoog komt. En een soort gelijk verhaal
hebben de Kuba, de Bakuba in de Kasai in Congo. En daar hun god Boomba, die braakt al het leven uit zijn binnenste. Eerst planten en dieren en tenslotte mensen in grote hoeveelheden. Deze houtsnede is van Mochilewa Ntodi uit Zuid-Afrika. Wat zegt deze ontwikkeling over menselijke verhoudingen? Wie het leven schenkt, is kennelijk machtiger dan wie het leven krijgt. Het leven scheppen is dan ook losgekoppeld van de zelfstandig barende en voedende moeder. Hé, dat staat niet helemaal goed. Maar goed, dus wat je zou met een deftig woord noemt procreatie, het leven scheppen door te baren, wordt geleidelijk omgezet in fabricatie. Het maken, het fabriceren. En het schenken van leven wordt voornamelijk een mannelijke aangelegenheid. En Adam en Eva zijn daar ook een heel mooi voorbeeld van. Ook hun verhaal is omgebogen in de richting van een ordening waarin de mannelijke sekse de meeste macht en mogelijkheden kreeg. Want kijk, hier ligt Adam te slapen in het paradijs. En God treedt hierop als een soort vroedvrouw. Met zijn linkerhand helpt hij Eva uit het lijf van Adam. En met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Het was kennelijk te gek dat Eva de moeder van alle levenden genoemd werd. Dus in de afbeeldingen en in een aantal verhalen is die situatie omgebogen. Kortom, in allerlei culturen begint vroeger of later een mannelijke god het leven te scheppen met eigen handen. Uit modder, uit stof of andere materialen en zelfs door een woord, een droom, een tromroffel. Of een fladderende schaduw boven wat leven moest krijgen. En als je dan verder leest, ik heb meer dan 500 oorsprongsverhalen gelezen. En je gaat vergelijken, dan zie je van alles gebeuren. Kom op. Dit hadden we al gezien. Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat de eerste man eerder ontstaat dan de eerste vrouw. Dat geeft al een soort hiërarchie. En van superieur materiaal is gemaakt. En met de goddelijke rechterhand is geschapen en de eerste vrouw met de linkerhand. Of de eerste vrouw wordt gemaakt uit een klein lichaamsdeel van een man. Een teen, een duim, een rib, een voorhuid, om maar wat te noemen. En de goddelijke schepper maakt soms alleen de eerste man. En dan zegt hij, maak jij je eerste vrouw maar van een stuk hout. Dus in mythen kunnen wij vaststellen, wordt de vrouwelijke baarkracht ingedampt dankzij een geruststellende, controlerende, mannelijk voorgestelde hoogste god. En je zou dus kunnen denken, en het zou best eens ook, het is moeilijk te bewijzen, maar het begint er door de tijd heen op te lijken dat mannen die voor hun zonen afhankelijk waren van vrouwen, dat feit op zich heeft het evenwicht tussen de seksen grondig verstoord. En dat is eigenlijk vanaf de oertijd, zodra dat beseffen was. Hoe onrechtvaardig is het niet dat een vrouw niet alleen meisjes baart, haar eigen soort, maar ook jongetjes. Het is gewoon te gek. En daaruit voort komen al die argumenten, lijkt mij, waaruit die hiërarchie een nieuw evenwicht moest brengen. Goed, veel meer hierover kun je natuurlijk in het boek lezen. Dus wij zoomen door naar de vulva's. Die vaak afschrikwekkend zijn voorgesteld. Ik weet niet of een van jullie wel eens de uitdrukking een kutdag gebruikt. Dat zou ik niet meer doen. Want het is toch wel heel denigrerend naar het orgaan
waar al het leven op aarde, wat mensen betreft, is voortgekomen. Dus mijn grootmoeder gebruikte alleen, ze durfde er helemaal niet over te spreken, maar het woord geheimenis, dat was het meest benaderende concept wat er naar verwees. Vanavond komen we trouwens maar weinig aan de borsten toe, en, met excuses naar dit prachtige lichaamsdeel. Maar vrouwelijke genitaliën, en vandaar dat ik dat zei over die kutdag, die hebben in het verleden spectaculair de vijand verjaagd. In Ierland, in China, in Indonesië zijn daar historische voorbeelden van. Het leger stuurde de vrouwen naar voren en die tilden hun rokken op. En dan gingen de vijanden op de vlucht. Misschien zouden we dat nog eens moeten proberen. In Afrika is het een aantal jaren geleden in de Niger-delta nog weer opnieuw gedaan. Met succes trouwens. Want wat deden die vrouwen? Dat was een ritueel. Je tilde die rokken op en je liet die zien aan de mensen tegen wie je demonstreerde. Misschien ook iets een keer voor het Malieveld. Maar, en het betekent, wij hebben jullie het leven geschonken. Maar omdat jullie je onfatsoenlijk gedragen, de Shell die vervuilde daar de hele omgeving. Omdat jullie je zo gedragen, nemen wij het leven van jullie terug. En we zullen niet meer voor jullie koken, we doen niets meer voor jullie. En dat is allemaal het gevolg van jullie gedrag. Kijk even naar deze beschermende vulva. De Sheila Nagig uit Ierland, Engeland en ook in Noord-Europa komt die voor. Beschermend aangebracht op muren en stadspoorten. En hier een andere van de Palau in Micronesië. Een beschermende vulva die de gemeenschap beschermt. En deze, is ze niet prachtig? Kijk vooral even naar het kleine clitorisje. Want het is niet overal dat die aanwezig is. Goed, waar dus één onthulde vulva in staat werd geacht voor de gehele gemeenschap negatieve krachten uit te schakelen of een vijandig leger te verjagen, dan als je dan individuele angsten analyseert in verhalen, dan zie je hoe die op de loop zijn gegaan met de dreiging van vagina's en de angst voor onverzadigbare vrouwelijke lust. Antropologen hebben voorbeelden opgetekend van angst van mannen die meenden dat vrouwen hen opzettelijk impotent maakten met magische middelen. Een voorbeeld van de Australische Aranda. De angst dat een vrouw een magisch lied zou zingen boven haar eigen wijsvinger en die vinger vervolgens in haar vagina stak. De man die daarna seks met haar had, die zou zijn geslacht compleet daarbinnen verliezen. Alleen al de gedachte moet verlammende uitwerking hebben. Ja, dan komen we inderdaad bij de clitorisloze vrouw terecht. De clitoridectomie is waarschijnlijk ontstaan uit angst voor vrouwelijke lust. Bij de Dogon bestaat een verhaal over excisie in het oorsprongsverhaal. Aarde heeft een kleine potente termietenheuvel en die staat op tegen de hemel als de hemel met haar wil paren. Dus vandaar dit verhaal. Nadat Amma de aarde had geschapen, wilde hij paren met zijn partner. Maar de aarde was nog niet door excisie gezuiverd en de termietenheuvel stond op tegen Amma. En die staat dus letterlijk op tegen mannelijke seksualiteit op het moment van de penetratie. En dat kan worden ervaren als bedreiging van de gevestigde orde. Laten we even naar de clitoridectomie wereldkaart krijgen.
Het wordt niet minder, maar vooral in Indonesië wordt het gaandeweg zelfs meer. Mannelijke angst verandert vrouwen in onmenselijke wezens. Er zijn heel veel verhalen in de wereld over de vagina dentata, oftewel de vagina met tanden. En om die tanden met een tang of een touw te trekken, of dat hele gebit eruit te breken, hè, moet je toch wel een held zijn. En de kwetsbare penis werd in verhalen in verschillende culturen geconfronteerd met extreme dreiging. Olifantenslagtanden bij de vagina, giftige slangen, een zaag bij de ingang, of daarbinnen hongerige piranha's. Dit is een Ghanese filmposter. Ik heb helaas de film niet kunnen zien, maar aan horror geen gebrek. De macht van de oerpoort, waardoor alle leven het daglicht ziet, moet groot geweest zijn. We gaan nu over naar de vraag, hoe werden mannen eigenlijk de eigenaars van vrouwen? Overal in de wereld bestaat het incesttaboe. Als een man een vrouw wilde, dan moest hij door een andere man worden afgestaan, constateert Levi Strauss, een beroemd antropoloog. En gewoonlijk was dat haar vader of haar broer. En zo werden vrouwen geleidelijk uitgeruild als het kostbaarste bezit van de familie. En dat maakte dat mannen zichzelf zijn gaan zien als beheerders van de samenleving en vrouwen vooral als verhandelbaar familiebezit. Grote en kleine machthebbers zijn vrouwelijke seksualiteit gaan beheren en controleren als vrouwen hun eigendom waren. En vrouwen zijn daar vaak in meegegaan, omdat het vaak niet anders kon. In het boek Mother Nature, prachtig boek van Sarah Blaffer Hardy, zegt zij, ja, vrouwen moesten wel met dit onvoordelige broedarrangement meegaan. En ze deden dat dan goedschiks of kwaadschiks. Mannelijke angst voor controleverlies heeft twee springlevende mechanismen op gang gebracht. En ik heb ze overal gevonden. Dat is heel onthullend. Dat boek Trouw Nooit een Vrouw met Grote Voeten. Dat is een spreekwoord dat ik in Mozambique en Malawi ben tegengekomen. Maar dat ook toen ik het in China een keer citeerde, ook in het Chinees bleek te bestaan. En daar waren die afgebonden voeten ook al een niet alleen een erotisch opwindend fenomeen, maar ook verhinderde het vrouwen om te ver van huis te hobbelen. Dus vrouwen werden zoveel mogelijk gekleineerd om de controle te houden. En mannen werden ook gewaarschuwd tegen destructieve vrouwelijke krachten. Je zou zeggen, die twee spreken elkaar tegen. Maar angst is een slechte raadgever. En het gevolg van negativiteit is ook vaak geweld geweest. Ze liggen in elkaars verlengde. Kijk even naar de tangen die de borsten van de heilige Agatha afknijpen. Zij was beloofd aan een landvoogd, maar zij werd een gelovige christen en weigerde met hem te trouwen. En hij heeft toen haar laten martelen. En er staat in het boek een behoorlijk deprimerend hoofdstuk over geweld. En vaak is het net gedaan alsof vrouwen alleen voor de man waren geschapen. Ja, in Catania, waar de heilige Agatha vandaan kwam, worden op haar naamdag deze taartjes gegeten om te herinneren aan haar afgeknepen borsten. Schijnen erg lekker te zijn trouwens. Ja, en deze komen uit de verschillende martelwerktuigmusea. Sommige martelwerktuigen zijn speciaal gemaakt om vrouwen te lijf te gaan. Vrouwen die dwarslagen kregen daar dan mee te maken.
En hier zie je dus rechts de borstripper. Zoals je bij de heilige Agatha die tangen ook al zag. En dit is de peer van de angst. Dat is helemaal verschrikkelijk. Die wordt dus in de baarmoeder gebracht. En dan wordt die opengedraaid. En dan gaan al die messen beginnen te snijden. Echt heel afgrijzelijk. Ja, verplichte onzichtbaarheid van het vrouwenlichaam is in patriarchale traditie en ook uitdagende zichtbaarheid als consumabel lustobject zijn allebei vormen van de buitenkant slavernij van vrouwen. Ze leiden de aandacht efficiënt af van inhoudelijke prestaties in kunst, wetenschap, sport, techniek en andere terreinen waarvan vrouwen tot de 20e eeuw meestal uitgesloten waren vanwege hun remmende voorsprong die eindigde in een barende achterstand. Dit had eigenlijk wat later gemoeten, maar dan weten jullie het vast. Waar ik het nu eerst over wil hebben, dat is het eigenaardige verschijnsel dat in veel culturen zonen meer welkom zijn dan dochters. Oh nee, we moeten eerst eventjes iets anders doen. Daar ga ik nu eerst naartoe. Want ik zei het net al, de onzichtbaarheid van vrouwen. Die vrouwen die helemaal ingepakt moeten zijn vanwege hun traditie of hun religie. En de vrouwen die zich helemaal moeten uitpakken om hun sexy lijf te etaleren. Die vind je eigenlijk allebei als vormen van wat ik dan zou noemen buitenkant slavernij. De rol van bezienswaardig object wordt er bij vrouwen met kracht opnieuw ingeramd door meedogenloze reclame. Deze poster heb ik gefotografeerd tegenover de balie, ik denk anderhalf jaar of twee jaar geleden. Maar doordat die reclamebeelden voortdurend herhaald worden, is het alsof vrouwen daaraan moeten gehoorzamen. En als je dan bedenkt al die kleinerende boodschappen die ze door de eeuwen heen hebben meegekregen, dan begrijp je dat heel veel vrouwen voor de bijl gaan. Die reclame die schildert vrouwen ook graag af als eetwaren, lekkere hapjes. Zoals deze Japanse puddingjes die er zijn om lekker opgesmikkeld te worden. Vrouwen zijn geassocieerd met taartjes. Ze zijn geassocieerd met lekkere kleine diertjes die dan door een groot dier worden opgevreten enzovoort. Maar dat hele begrip buitenkant slavernij, ik denk dat we dat maar eens breed moeten maken. Want het is toch een belangrijk gegeven. Nu ben ik benieuwd wat er nu komt. Ja, nou ja. En dus een eeuwenlang overdosis aan kleinerend commentaar heeft die grenzeloze overgevoeligheid gemaakt voor vernietigende kritiek. Geen wonder dat de hedendaagse reclame daarop inspeelt. De vrouwen smachten zo vaak naar goedkeurende blikken en behoeften die de onzekere moeders weer woordeloos aan hun dochters doorgeven. En die behoefte om een lichaam met borsten, vulva en baarmoeder negatief te bejegenen komt nog altijd veel voor. Ja, dus dan ga je bijvoorbeeld je prachtige vulva laten bijsnijden, omdat je denkt dat het één scherp streepje moet zijn. Maar dat is maar één van de vele soorten vulva's. En deze tekening is van Hodoshi en die zegt, dit zijn de vulva's die je zo al tegen kunt komen. Nou, kijk maar eens even goed. Ze zijn getekend vanuit de spiegel. En even kijken. Ja, de fysieke kwetsbaarheid van vrouwen overal, die vind je terug in een prachtige website.
En die heet Women's Stats of Woman's Stats. En dat zijn allemaal statistieken. Ik heb even contact gehad met de vrouw die dat onderzoek allemaal doet of organiseert. En dan zie je dat er toch maar heel weinig plekken in de wereld zijn waar vrouwen veilig zijn. En Nederland is toch ook een beetje geel gekleurd, dus zo helemaal in orde is het niet helemaal. Ook bij ons niet. Alleen het grijze gebied, daarvan zijn geen gegevens. Ik denk dat het Groenland is. Ja, en dus het feit dat mannen en vrouwen vaak ook het liefst zonen hebben en in plaats van dochters. Hè, en dat vind je in de spreekwoorden terug, maar in India zie je het dramatisch. En in China hebben veel meisjes geaborteerd zijn of vlak na de geboorte verstikt in een natte handdoek. Dus er zijn aanzienlijk te weinig meisjes op het ogenblik. Wat dan weer kidnappen en vrouwenhandel en agressiviteit teweeg brengt. Kijk even maar naar die spreekwoorden. Die wijdverbreide opvatting dat jongensbaby's waardevoller zijn, is waarschijnlijk zo oud als het patriarchaat. Zo'n 4000 jaar geleden werd al in die trant gedacht. He, dan er zijn in spijkerschrift in Mesopotamië al spreuken opgetekend, voortekens. Als je met een vrouw gepaard had op woeste grond, dan kreeg je zeker een dochter. En als je in een prachtige tuin gepaard had, dan kreeg je zeker een zoon. En er is ook heel veel over gesteggeld in de Arabische traditie in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Moest je nou als man eerst een orgasme hebben, kreeg je dan een zoon, of moest je juist het laatste een orgasme hebben? Ja, en dit is zo'n leuk plaatje. Ik dacht, moet ik jullie toch even laten zien. Dit is een houtsnijwerk op een deur van de chef van een dorp in Nieuw-Guinea. En dit is in de 19e eeuw is dit nagetekend. En je ziet hoe een vrouw zwanger is. Er hangt aan een soort touwtje in haar lijf, hangt wel een jongetje. Ja, kijk maar goed, dan kun je het zien. Dus dat drukt ook alweer de wens uit dat je toch beter een zoon kunt hebben dan een dochter. En moeders gingen daar vaak in mee. Want een zoon baren gaf je meer prestige in de gemeenschap. Nou, we gaan nog heel even kijken, als het nog kan, naar de wetenschap. De neiging om te doen alsof je als man alles in eigen seksueel beheer hebt, is opvallend wijd verbreid. Kijk naar de medische wetenschap. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, je blijft dus afhankelijk voor nageslacht van vrouwen. Maar dan de neiging is dan toch om te doen alsof je alles in eigen seksueel beheer hebt. Ja, dit is het omslag van een beroemd boek van Vesalius. Dit heet de anatomische les. Er ligt een vrouw op de snijtafel. Vrouwen hadden zelf geen toegang tot deze anatomische les. Dus er staan allemaal mannen omheen. Er staat wel ook een klein aapje die naar binnen is geglipt. De geschiedenis van de medische wetenschap is dan ook heel lang vooral een mannenaangelegenheid geweest. En het vrouwenlichaam is vaak gereduceerd tot een soort draagtas. Zonder zaad geen zwangerschap was het idee. Maar in geval van nood kon een dierlijke baarmoeder misschien ook het werk doen. Er is bijvoorbeeld een prachtig verhaal uit India van de Gadaba. Er zijn in het begin alleen twee mannen. Er is een man en er is een vrouw. Maar helaas, de vrouw gaat dood. En die man die krijgt 's nachts een zaadlozing. En het vochtige dekentje legt hij op het dak van de hut te drogen. Zijn enige dier, zijn enige bezit is een koe. De koe eet het dekentje op. Koe wordt zwanger.
en baart een jongen en een meisje. En dat zijn de voorouders van deze Gadaba geworden. Dus er waren niet alleen beelden in verhalen trouwens en maatschappelijke denkbeelden. Maar de wetenschap heeft ook heel lang aan deze ideeën vastgehouden. Imaginaire ideeën. Maar dat is heel onthullend. De visie van Aristoteles, 4e eeuw voor Christus, heeft grote invloed gehad op de wetenschap. Tot in de 18e eeuw bleven gerespecteerde westerse geleerden nog vasthouden aan zijn idee dat het superieure deel van de mens, de ziel met het mannelijk zaad, in de baarmoeder wordt gedeponeerd. Of zelfs de hele mens. Antonie van Leeuwenhoek, 1632 tot 1723, die legde zijn eigen zaad onder zijn eigen microscoop en zag het bewegen. In de lijn van Aristoteles zag hij mannelijke zaadcellen als dragers van het leven en vrouwelijke geslachtsorganen als voeding van de groeiende zaadcel, net als heel veel van zijn voorgangers. Maar zijn Delftse collega Reinier de Graaf, in dezelfde tijd, leidde uit zorgvuldige observatie van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap af dat er kleine bollekens waren in de vrouwelijke, wat hij noemde, testikels. En hij realiseerde zich dat zijn eicellen. En zo werd duidelijk dat niet alleen een mannelijke zaadcel, maar ook een vrouwelijk ei een rol speelt in de bevruchting en de zwangerschap. Vervolgens kwamen er natuurlijk verontrustende discussies onder geleerden over de vraag wie uiteindelijk meer bijdroeg, het zaadje of het ei. Kennelijk waren er belangen gemoeid met de uitkomst. En nog in het begin van de 18e eeuw, daar komen deze tekeningen vandaan, hielden geleerden vol dat ze in dat krioelende sperma onder de microscoop extreem kleine mensjes hadden gezien. Compleet met armen en benen en een hoofd. En er was zelfs één geleerde die had sperma van een hengst onder de microscoop gelegd. En ja hoor, daar zat echt ook een paardje in. Nou ja, dat krijg je ervan. Dus de vrouwelijke inbreng werd verkleind. Ja. En dat gebeurde ook in de rest van de samenleving geregeld. En als je dan overal leest hoe belangrijk kennis en geleerdheid is, maar als het dan op vrouwen aankomt, dan is dat toch eigenlijk geen goed idee. En dan krijg je spreekwoorden als deze. Afzien van kennis strekt de vrouw tot eer. En ik citeer nog even de laatste. Een kip die kraait en een vrouw die Latijn kent, komen slecht terecht. Nou, dit laatste spreekwoord was heel populair in heel Europa. En Latijn was de taal van de wetenschap. Dus ga er maar aan staan. Eeuwenlang bleven de bezwaren tegen een vrouw die ging studeren onoverkomelijk groot. Zowel in Europa als daarbuiten. Het argument dat hun schedel minder hersenen bevatte dan de mannenschedel maakte ze toch ongeschikt voor wetenschap. Ik las het onlangs nog in een conservatieve islamitische site. Maar ook andere argumenten werden niet geschuwd. Voor vrouwen was studie onnatuurlijk. Ze zou er steriel en pervers van worden. En vrouwen die wel gingen studeren, die waren eigenlijk abnormaal. Er is zelfs in de 19e eeuw door een geleerde gesuggereerd dat bij een vrouw de eierstokken gingen schrompelen als ze ging studeren. Tot voor kort was dat trouwens in Saoedi-Arabië ook een zorg als vrouwen gingen autorijden. Maar dit gevaar lijkt inmiddels ook bezworen. Meisjes werden gewaarschuwd dat ze door te studeren ook de kansen op een echtgenoot verspeelden. Een geleerde vrouw, een verloren vrouw. Helaas. Nou, wereldwijd overgeleverde verhalen en commentaren op het vrouwenlichaam onthullen waarom mannen geprobeerd hebben vrouwen uit de door hen geclaimde professionele praktijken te weren. De uitleg was dat mannen de hersens hadden. En de Oromo in Ethiopië zeggen daarover: borsten die melk bevatten
kunnen geen intelligentie bevatten. Tja, Borsten en de wetenschap. De ironie wil dat de universiteit Alma Mater genoemd wordt. Vanaf de 13e eeuw, Bologna, de universiteit, de oudste universiteit in Europa, begon daarmee. Maar tot aan in Nederland toe wordt de universiteit nog steeds Alma Mater genoemd. Maar tot de 20e eeuw voedden ze eigenlijk alleen mannelijke studenten met kostbare kennis. Kijk even naar de Alma Mater uit Cambridge, hè, met haar opvallende borsten en een bokaal vol vuur en de zon van de wetenschap in haar handen. Ze torst de muren van Cambridge zelfs op haar hoofd. En de tweede helft van de 20e eeuw kon je een cartoon als deze tegenkomen in Nederland. Ja. Het feit dat mannen voor die zonen dus afhankelijk waren van vrouwen heeft het evenwicht verstoord. En die onbalans, ik denk dat we het daar eigenlijk nu eens een keer met elkaar over zouden moeten hebben. Maar er is ook goed nieuws, denk ik. De ooit zo strikt afgebakende grenzen tussen mannen en vrouwen beginnen langzamerhand te verdwijnen. In de loop van de 20e eeuw hebben vrouwen, en ik denk dat wij, de vrouwen hier in de zaal, toch ook tot een zeer bevoorrechte groep behoren. Hier beginnen die grenzen te verdwijnen. En wij hebben vrijheden die onze voormoeders nooit hadden of alleen maar van konden dromen. De grenzen tussen de seksen zijn in beweging en het overgangsgebied raakt steeds meer bevolkt. De vrouwen van nu en hun ervaringen met eigen lichaam en dat van de andere seksen komen meer in de bekendheid. Het is niet langer een gesloten boek. En in de 20e eeuw zijn ook kunstenaars daarop gaan inspelen. Ik laat er eentje zien. Even kijken. Is ze daar? Ja. Nikki de Saint-Valle maakte een enorm kunstwerk van 23 bij 10 meter... van een liggende vrouw met gespreide benen die bezoekers uitnodigt haar lichaam van binnen te komen bezichtigen. Een gigantische vagina geeft toegang tot een vrolijk interieur met attracties. Een bioscoop met 12 zitplaatsen, een planetarium, een aquarium, een melkbar in de borstruimte en zelfs een bibliotheek. Mannen en vrouwen en kinderen stonden ervoor in de rij. Laten we nog heel even naar MeToo kijken. MeToo gaat door de wereld als een aanzwellende tsunami van vrouwelijke verontwaardiging en slachtofferschap. Tikt de naam van MeToo en een land in en je wordt overal geconfronteerd met een snelgroei aan verontrustende data. De reacties lopen uiteen van welwillend tot relativerend, van verongelijkt tot ronduit vijandig. Op veel plekken is de man-vrouw-relatie al opgeschoven in de richting van nieuwe mogelijkheden en kansen voor vrouwen en mannen. Maar wat betekent deze recente ontwikkeling voor mannen? Voor die vraag heeft MeToo niet veel aandacht. Maar er zijn wel steeds meer gefrustreerde mannen. Hier in het Westen worden ze de boze witte man genoemd. Ze klampen zich vast aan de illusie dat er een weg terug is naar het goede oude verleden. Een bedriegelijke boodschap met uitzicht op een doodlopende straat. Maar er zijn ook veel mannen die het al lang vanzelfsprekend vinden dat verschillend seksueel gereedschap geen gelijke behandeling in de weg hoeft te staan. De boze en verbitterde mannen gedragen zich als verongelijkte kinderen. En er zijn ook mannen die zich afkeren van de samenleving vanuit de deprimerende gedachte dat niemand hen meer nodig heeft. In extreme situaties kiezen enkelingen
voor een gewelddadige afrekening met vrouwen vanuit een onherstelbaar minderwaardigheidsgevoel. De verhalen en dromen van mannen met angst voor vrouwen uit de psychiatrische praktijk lijken verrassend veel op de horrorbeelden uit mythen en verhalen. Het mythische verleden hangt als een molensteen om de nek van het moderne heden. En de projectie van destructieve verlangens verandert vrouwen in monsters of heksen die hun gruwelijke lust botvieren op mannen, terwijl in werkelijkheid geregeld het omgekeerde voorkomt. Ik citeer een Amerikaanse gevangenispsychiater. Een van de frappante elementen bij massamoorden in de Verenigde Staten is stevast dat de moordenaars vol zitten met schaamte en seksuele vernedering, waarvan ze onherroepelijk vrouwen en meisjes de schuld geven. Het antwoord op hun gevoel van ontoereikendheid was de hand te leggen op een geweer of geweren en mensen te gaan afschieten. Ieder mens snakt naar geborgenheid. Ieder mens heeft behoefte aan een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid in de samenleving. Iedereen wil nodig zijn en serieus genomen worden. MeToo was en is een broodnodige beweging. Maar slachtofferschap is voor niemand een positie om in te blijven hangen. Het is ook te gemakkelijk om de andere sekse alle schuld in de schoenen te schuiven. Het is lang niet altijd duidelijk wie de macht heeft. En machtsverhoudingen kunnen ongemerkt omslaan in hun tegendeel. MeToo wijst terecht op die machtsongelijkheid. Maar gaat voorbij aan de macht die vrouwen zelf soms ook hebben. Dat die macht bestaat, daarop wijst de mannelijke angst die we in dit verhaal, in deze avond en in mijn boek ook voortdurend tegenkomen. De angst voor de mysterieuze vreemdheid van een andersoortig en verleidelijk lichaam. Angst voor de unieke levendbarende kracht van dat lichaam dat sinds mensenheugenis de seksenverhoudingen uit het lood heeft geslagen. Zoals de overlevering zo duidelijk laat zien. Ook de onuitroeibare behoefte om vrouwen te kleineren of voor te stellen als destructieve vijand wijst op deze angst. De treurige behoefte om vrouwen te vernederen biedt niemand een oplossing om het heden voor wie dan ook draaglijk te maken. Maar om te weten waar we heen willen, moeten we ook met z'n allen weten waar we vandaan zijn gekomen. Lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben spelen in de culturele erfenis van de mensheid een cruciale rol. Mannelijke angst en ontzag zijn nog altijd alom aanwezig en vrouwen zijn zich lang niet altijd bewust van hun machtige aantrekkelijkheid. Met macht moet behoedzaam omgesprongen worden. En wie macht heeft, draagt op dat moment altijd meer verantwoordelijkheid voor humane omgang met de ander. Vrouwen die erin slagen om af te kikken van hun eeuwenoude, geïnternationaliseerde rol van behaagziek object, gaan zich laten voorstaan op inhoudelijke kwaliteiten en laten zich niet meer in een hoek drijven door oudbollig commentaar op hun buitenkant. Wie slachtoffer is van andermans lust, komt niet meteen toe aan eigen lust. Het meest humane uitgangspunt is dat niemand recht heeft op seks ten koste van een ander. Of in de prachtige woorden van Stefan Sanders: misschien bestaat er zoiets als recht op seks, maar natuurlijk niet op seks met een ander. Mensen zijn altijd in staat geweest om ingesleten leefpatronen bij te stellen, zichzelf en elkaar uit te dagen en nieuwe richtingen in te slaan. Eeuwenlang gekleineerd worden heeft een enorme impact op vrouwen gehad. We zijn er. En met oog voor elkaars kwetsbaarheden, nog even om af te ronden, kunnen we het als mensen samen beter doen. En onze gezamenlijke geschiedenis van macht en onmacht op een nieuwe manier bekijken. Dat geldt niet alleen voor seks, maar ook voor onze dagelijkse omgang met elkaar. In de ruimste zin, I have a dream. Vandaar dit boek. Dank u wel.
Zal ik maar hier zitten? Ja, heel graag. Dankjewel voor deze lezing en inzichten. Ik wil beginnen, voordat we gaan kijken naar het heden, wil ik toch even terug. En dan voornamelijk naar dat idee wat we net al hebben besproken. Want jij wijst in het boek, wijs je op het belang van baarmoedercapaciteit. Mm-hmm. Kan je vertellen wat dat is? Baarmoedercapaciteit, dat is het feit dat die baarmoeder het leven voortbrengt. En dat tot nu toe toch een vrouwen aangelegenheid is. En dat een onevenwicht geschapen heeft tussen mannen en vrouwen. Wat jij noemt het, dat vond ik heel grappig om te lezen, ook omdat ik zelf zwanger ben. Jij noemt het een privilege. En ik heb me de afgelopen maanden in deze zwangerschap niet heel erg geprivilegeerd gevoeld daardoor. Maar je vindt het wel een privilege. Of je ziet het als een privilege. Ja, ik denk dat het toch iets heel bijzonders is. Ik heb het zelf 2 keer ervaren. En ik vond het toch een bijzondere ontwikkeling. Nu weet ik niet in wat voor situatie jij bent. Maar ik denk dat als een man en een vrouw samen die zwangerschap koesteren, dat het toch wel mooi uit kan pakken. Mm-hmm. Ja, want dat vind ik interessant. Want vind je ook dat we het in de samenleving op dit moment zien als een privilege? Nee. En waarom niet? Ik zal je vertellen, toen mijn oudste zoon geboren werd, dan woonden wij in Congo. En wij kwamen thuis met dat kleine babytje. En allemaal mensen uit de buurt kwamen op onze deur kloppen en zeiden, bedankt dat jullie een kind hebben gekregen. En ik begreep eerst helemaal niet van komend uit het Westen wat daarmee bedoeld werd. Maar iemand die een kind baart, die voegt kracht toe aan de gemeenschap. En wij hoorden er dus ook kennelijk bij, wat ik heel ontroerend en prachtig vond. Maar dat mensen je komen bedanken, toen dacht ik, ja, als ik nu in Nederland woonde, dan vraag ik me af of er iemand gekomen zou zijn die op mijn deur zou kloppen en zeggen, hey, bedankt zeg. Nee, waarschijnlijk ben je een extra belasting voor het milieu. maar los daarvan, je schrijft ook dat privilege, headers, angst. Maar je hebt het in je boek ook over een compensatiedrift die ontstaat van mannen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat zichtbaar wordt op allerlei manieren. Want kijk, wanneer die vrouwen dat leven baren. En ik heb op een moment zelfs de Jan Romeijn in zijn theorie van de geschiedenis aangehaald. De remmende voorsprong die vrouwen hadden, die eindigde in een barende achterstand. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie het weten van Jan Romeijn, dat verhaal dat in de geschiedenis, als je de eerste bent, bijvoorbeeld Engeland met de industrialisatie, dan heb je machines en zo, dus je ligt voor. Maar daarna gaat op het vasteland iedereen ook fabrieken bouwen en die zijn dan moderner. Dus een voorsprong wordt een achterstand. En zou je het kunnen zien in de geschiedenis van de mensheid. Die vrouwen hadden een barende voorsprong. En doordat al die compensatiedrang er was en vrouwen overal buiten gehouden werden op de terreinen waar ze geen toegang kregen, omdat zij dat anderen al hadden, mm-hmm. Al werd dat er meestal niet bijgezegd. Denk ik dat je die compensatiedrang, wat ik bijvoorbeeld net zei over die wetenschap, is heel opvallend hoe lang vrouwen minder kennis moesten hebben. En de angsten die ik toch in dat kleineren, achter dat kleineren ontdekt heb, of ontdekt heb, gezien heb, die maken duidelijk dat er een geweldig ontzag was voor dat baren. Als er iets is wat een ander kan en jij niet. En dus, dan op grote schaal. Dan. Dus eigenlijk omdat vrouwen kinderen baren, werden ze gewoon maar buiten al het andere gehouden? Nou, niet al het andere, maar veel wel.
Je kunt nooit generaliseren, want het is in verschillende culturen zijn sommige dingen natuurlijk weer anders. Mm-hmm. Maar ja, je hing als samenleving van de vrouwen af voor de volgende generatie. Ja, en in die tijd dat die moedergodinnen nog belangrijk waren en zorgden dat het graan groeide en dergelijke. Dan krijg je dat gedacht wordt, ja, maar ze eist offers. Hè? Dus ze moet toch elk jaar wel een man hebben. Mm-hmm. En toen later werd dat misschien, dus die man werd afgeslacht. En die moest geofferd worden aan de moedergodin. Omdat ze anders misschien dat nieuwe leven niet zou schenken aan, mm-hmm. aan de aarde, aan de gewassen en aan de nieuwe generatie kinderen. En dus ja, dat was wel een machtsfactor oorspronkelijk. Ja. Vaak als je het hierover hebt en ook op Twitter schreven we als de Bali ergens van, nou ja, de vraag van hoe komt het nou dat mannen het idee hebben dat zij zich een vrouwenlichaam kunnen toe-eigenen. En heel veel mensen antwoorden daarop, dat komt door religie. Wat vind je van zo'n antwoord? Ik denk niet in de eerste plaats door religie. Ik denk dat enerzijds al begonnen is met het uitruilen van die dochters. Mm-hmm. Ja, en het doorgeven aan een andere familie. En dus dat is één ding. Maar ik denk dat er allerlei andere redenen kunnen zijn. Bijvoorbeeld het feit als een vrouw kinderen had en je woonde in een ongeregeld zootje. Dat samenleefde. Ja, je kon zo gepakt worden door wie dan ook. En als je een beschermer had, dan kon je daaraan ontkomen, want die nam het voor je op. Mm-hmm. Dus ik denk dat vrouwen zo kwetsbaar waren dat ze een eigenaar, tussen aanhalingstekens, nodig hadden om te overleven. Ja. En ja, ik denk geleidelijk zijn er allerlei argumenten aan toegevoegd en verhalen bedacht, mm-hmm. waardoor dat vanzelfsprekend werd. En denk je dat dat in religies geïnstitutionaliseerd is? In sommige religies, ja, zeker, ja. Denk ik. Ja. Ik wil Marianne vragen als zij erbij wil komen. Geef haar ook een warm applaus. Dan. En jij bent hier eigenlijk ook omdat we met jou en met jou natuurlijk ook gaan kijken een beetje wat verder naar het heden. Om het daarover te hebben wilde ik eigenlijk iets voorlezen, heel kort. En dat gaat als volgt. Om het baarprivilege in toom te houden, worden ook hier de bekende mechanismen ingezet. Enerzijds vrouwen zo mogelijk kleineren. Anderzijds waarschuwen tegen hun destructieve kracht. Er is geen aandacht voor de grote overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, want de nadruk op verschillen houdt de hiërarchie overeind. En ik vroeg me af, als we nu kijken naar het heden, vinden jullie ook dat er een nadruk ligt nu op die verschillen? Even denken, ja, absoluut. Absoluut. Te veel gedachten. Maar, ja, want waar ik... Ja... Ik heb echt te veel gedachten. Nee, wat ik namelijk wou zeggen over die wetenschap ook nog, maar dat past hier ook precies bij, is dat nu natuurlijk nog steeds heel erg gebeurt. Onder de paraplu van wetenschap een lichte onderdrukking, want het is nooit meer zo duidelijk en het is altijd minder gewelddadig dan vroeger. Maar vorige week stond een artikel in de Volkskrant over waarom MeToo-daders altijd mannen zijn. Daarin kwamen 5 wetenschappers aan het woord. Mm-hmm. En de teneur was toch wel heel erg dat biologisch is. Want de man is een jager, die moet zijn zaad verspreiden. Hè? En de vrouw, en het stond... Mijn mond viel open, maar 2 wetenschappers zeiden dat we dus naar de apen moesten kijken. En bij de apen was het ook zo dat seks eigenlijk een uitruil was. Dus mannen willen seks, vrouwen willen voedsel of geld, kan je dan dus ook zeggen. En dat is de uitruil die gemaakt wordt. En dat staat er gewoon. Dus wat daarmee gebeurt, is dat je vrouwen hun seksualiteit ontneemt. Alsof zij dus ja, dat allemaal niet zo belangrijk vinden. Dat zit natuurlijk in de hele geschiedenis, dat vrouwen dat,
dat is een manier om die macht van de baarmoeder in te dammen. Door te doen alsof vrouwen maar het is nauwelijks natuurlijk kunnen klaarkomen. Ja. Of, en dat is nu dan een beetje, is wel een beweging dat dus dat meer toegeëigend wordt. Maar via de wetenschap en vooral via de biologie, want het wat nu heel populair is om steeds weer het over apen te hebben en dat we net als de apen zijn, dat je toch weer die vrouw in die een beetje onderdanige positie neerzet. Maar het is ook heel raar dat je die biologie zo centraal stelt. Want je zou kunnen zeggen, de mens zijn begint pas op het niveau boven de apen. Namelijk, zolang absoluut wij alles nog alleen maar om eten en seks ik zie draait. Apen niet hier zo zitten. En ik zie ze ook niet naar de maan gaan. Ja, dus, nee, dus dat maar, gaat het over maar, cultuur. En het wordt natuurlijk heel manipulatief gebruikt. Omdat je ziet dat steeds wanneer het goed uitkomt, dan zoek je voorbeelden in de natuur. Mm. Zoals ook als de kip kraait, stort het huis in. Ja, dat komt goed uit en die haan moet kraaien, die haan mag vreemd gaan. En zij moet op stok en verder vooral niet kraaien. Ja. Dus dan zoek je voorbeelden om een bepaalde ongelijkheid in stand te houden in de natuur. En daarom heb je helemaal gelijk dat je zegt, wij moeten daar heel wantrouwig tegenover staan. Want het zijn ook nooit de bonobo's die genoemd worden. Het zijn dan altijd de chimpansees en de bonobo's. Die hebben wel seks en vrouwen met elkaar. Ja. Maar die zijn het ook nooit. Maar ze hebben Ellen Laan niet gelezen. Wat? Ze hebben Ellen Laan niet gelezen. Die ook zegt dat hele fabeltje van die testosteron. Waar dan wat mee moet. Omdat je anders, dat het anders helemaal, dan ga je verloren. Maar die verschillen, die worden, ik kan me voorstellen dat mannen daar wel wat bij te winnen hebben. Maar die verschillen worden ook in seksualiteit en in seks willen hebben. Worden ook benadrukt door vrouwen. Dus ik vroeg me af, wat is dan voor vrouwen het voordeel om die te benadrukken? Ik weet niet of het een voordeel is. Nee? De verschillen tussen mannen en vrouwen benadrukken. Yeah. Ja, verschillende dingen, denk ik. Want je kan het uit een soort Stockholm-syndroom. Maar nee, er zijn natuurlijk genoeg vrouwen die zeggen, er is niks aan de hand. En mijn moeder is zelf zo. Die heeft een hele goede carrière als rechter gemaakt. Maar die heeft dus, als enige vrouw was ze toen nog ongeveer. Maar die heeft dus altijd gezegd, beetje neergekeken op vrouwen en dat gezeur. En je moet gewoon als een man en er tegenaan. Mm-hmm. En dus dan benadruk je niet de verschillen eigenlijk. Exact. Maar je kan een conservatieve vrouw zijn die echt het fijn vindt om te baren. Je kan ook, denk ik, een soort, om het maar een label te geven, hippie-achtig. Dat je dus dit viert, het verschil. Dat die vrouw, al het wat het vrouwenlichaam kan. En dat magisch is. En bijzonder, dus dan kan je die verschillen ook benadrukken. Maar dat was in de jaren 60 natuurlijk het geval. Ja. Maar de vraag is in hoeverre vrouwen daar evenveel plezier van hadden als mannen. Omdat ze waarschijnlijk het idee, ik was toen in Afrika, dus ik heb het niet zo meegemaakt. Maar ik denk dat dus de gelijkheid in dat geval toch ook lang niet altijd centraal stond. Nee. Ja, ik weet het niet. Ik zie dat altijd. Ik weet niet of dit de richting is. Maar je hebt natuurlijk in feminisme, je kan eigenlijk twee kanten op. Je kan of zeggen, we zijn eigenlijk allemaal gelijk. Of er zijn niet zoveel verschillen. De verschillen tussen twee vrouwen onderling zijn groter dan die tussen man en vrouw als geheel. Mm-hmm. Dus waar hebben we het over? Of je kan wel de verschillen benadrukken. Dat zijn twee routes die binnen het feminisme ook verschillende aanhangers hebben. En ik dacht zelf altijd, die eerste, dat is supergoed. Stereotypes doorbreken en niet zo in groepsdenken. Maar ik weet niet. Ik weet ook niet of dat werkt. Ik weet misschien, omdat er nu zo genhamerd wordt op dat verschil dus tussen mannen. En vooral omdat biologie zo populair is. En ook waar we nog misschien dus over komen bij giftige mannen die daar helemaal op zitten. Ja, misschien moet je daar dan wel in mee of zo, maar dan net
daar een draai aan geven, dat je dus je vrouwelijkheid viert in plaats van die, wat jij al een beetje noemde, slachtofferrol van de vrouw. Dat kan natuurlijk ook heel feestelijk zijn. Of je vrouwelijkheid verstopt, dat zien we natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, dat is dan dus weer, dat is de androgyne, dan is het meer zo van, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Ik wilde even, als we naar het heden kijken, naar dat idee van compensatiedwang. Als ik denk ik nu tegen mijn vriend zou zeggen, jij wil excelleren omdat ik het kind baar, weet ik niet of hij daar helemaal in mee zou Ik heb dat gisteren geprobeerd. En? Nee. Nee? Oké. Okay. Maar denken jullie dat dit nu ook speelt, nog steeds? Nee. Nee? Nee, ik niet. Nee, ik denk dat het toch wel... Ja, in deze kringen waar wij nu hier samen zitten, denk ik dat het toch aanzienlijk minder is geworden. Dat er al heel veel veranderd is. En dat het ook belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. En ik denk ja, dat veel minder speelt. Ja, zoals ik straks al tegen jou zei, ik ben opgegroeid met 5 broers. En dan sta je toch al anders in de verschillen, denk ik. Dan wanneer je alleen met zussen opgegroeid bent, misschien. Ja, nee, maar ik denk sowieso, want dat is dus, als het nu nog zou spelen, dan zouden we dus nog steeds soort biologisch gedreven zijn, wat ik dus niet vind. En er zijn zoveel mogelijkheden om kinderen nu te krijgen, ook voor homostellen. Binnenkort zelfs hoef je helemaal niet meer zwanger te zijn, want kun je eicellen van stamcellen maken. Dus volgens mij is dat wel een beetje weg, dat mannen dat daardoor... Ja, en mannen kunnen ook heel goed leren zogen. Dat heb ik begrepen van Jared Diamond. Dat een, als ze maar flink oefenen en die melkklieren stimuleren, als ze dat zouden willen, dan zouden ze dat... Leuk. Zou jouw vriend dat bijvoorbeeld van je kunnen overnemen? Ik nu al beginnen. Ik zal het hem... Hij moet wel vast beginnen, ja. ...voorstellen dan. Of hij daar wat voor voelt. Maar desalniettemin, dus dat... die compensatiedrang met betrekking tot dat baren is misschien weg. Maar we zien nog wel, denk ik althans, nog steeds dat mannen zich dat lichaam willen toe-eigenen. Ook nu. Sommige mannen, niet alle mannen. Nee, dat klopt. Nee, sommige mannen. Maar waar komt dat dan vandaan, denken jullie? Maar dat zit heel diep, denk ik, vanuit de geschiedenis. Het was vanzelfsprekend. Ik bedoel, waarom roepen mannen nog steeds... Sommige mannen nog steeds, daar moet een piemel in. Ja, dat denk ik. Dat is toch een vorm van toe-eigenen. Waar je perplex van raakt. Dan denk ik, hoe zit dat? Wat is dit? Nou, dat is onmacht. En dan begin je dus een soort toe. En proberen een lichaam je toe te eigenen. Maar waarschijnlijk is het alleen maar grootspraak. Dat mogen we hopen. Bij de meesten. Ik denk dat het wel, dat we nog wel dus in een cultuur zitten waarin het lichaam een beetje for grabs is, zeg maar. Dus in reclames, het naakte vrouwenlichaam. Want volgens mij zei je net, het vrouwenlichaam is heel onbekend. Maar toen dacht ik, nou, eigenlijk zie je dus overal naaktheid. Dus... Hoe bedoel je? Nee, onbekend in de zin dat vrouwen niet zelf over haar lichaam hebben geschreven en onderzoek gedaan. En nu begint dat, nu krijgen we gelukkig meer te horen over wat vrouwen prettig vinden. En, ja, op die manier, en, ja. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling. Ja. Ja, ik denk wel, dat is dan iets anders, maar dat lichaam is overal eigenlijk een vrouwenlichaam. Gewoon om dingen te verkopen en dat een soort dingen. Een object. Is gewoon een object en dat wordt dus van dingen ontnomen. Dus niet alleen van seksualiteit. Ik zag vandaag nog, er zijn 2 reclames die niet in de stad hangen, maar de ene is volgens mij al weg. Maar dat was van een parfum van Gucci, volgens mij, met Jennifer Lawrence. Een actrice die uit water omhoog komt. Ik weet niet of jullie die kennen. En zij staat daar een soort van volledig uitdrukkingsloos. En ze is dus ook niet echt opgemaakt. Ze is eigenlijk een soort heel niksig. En dan staat er heel groot boven joy.
Want dat is de naam van het parfum. En ik zag dat en ik dacht, Joy, is dit hoe mijn vreugde eruit ziet? En je hebt dus tegelijkertijd heb je nu allemaal kleine postertjes, die hangen ook. En dan is het zoiets van, girls can do anything. En dan staat daar dan een meisje op en die is wel heel sloom, een beetje een soort vragen. Zo van, oh, echt waar? Dus het zijn maar kleine dingen, weet je. Het is ook niet zo van, oh, het is zo'n ramp die poses. Maar ik dacht wel zo van, ja, dat zijn dus allemaal manieren waarop je dus kracht weghaalt of zo. En het is niet alleen een vrouwenlichaam wat gebruikt wordt om dingen te verkopen. Maar dus ook de joy en de empowerment en dat soort dingen. En dat wordt allemaal dus, daar wordt het lichaam van ontdaan eigenlijk. Ja, en als het lichaam een object is geworden, dan wordt het makkelijker om je dat toe te eigenen. Ja. Denk ik, kan daar best een klap op geven. Dus dat is hoe het nu werkt. Want ik denk dus wel van, je hebt door de hele geschiedenis door het lichaam wat toegeëigend wordt. Op allerlei verschillende manieren. En we leven nu in het kapitalistische tijdperk, waarin al het geweld eigenlijk ja, meer naar binnen gekeerd raakt, dus minder duidelijk. Dus moeten we nu naar die techniek, zou ik zeggen, kijken hoe onderdrukking zich uit. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er daarvoor niet ook heel veel onderdrukking was. Ja, het krijgt dus nieuwe gezichten. Ja, exact. Ja, en daarom denk ik moet je extra alert zijn op wat voor manieren dat gebeurt. He, en dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je steeds af te vragen, wie heeft hier belang bij? En hoe komt het dan op mij over en wat doet het met mij? Of wat zijn de gevolgen in de samenleving? Maar dat is dus wel een goede vraag, want wie heeft er belang bij, volgens jou? Nou ja, ik denk dat om te beginnen de consumptieindustrie. Ja. En per se meer mannen die er heel veel belang bij hebben. Nee, maar ik denk de manier waarop vrouwen worden afgebeeld, die scheppen toch wel ook hiërarchie. Wie spreekt hier? Welk perspectief is hier gaande? Wie wordt hier actief neergezet of passief? Ja. Inderdaad, vooral wie heeft er hier belang bij? Dat is denk ik een centrale vraag die blijft. Ja. Over die andere gezichten, een ander stuk uit het boek, dat gaat over, ik zal het gewoon voorlezen. Doordat mannen meer dan eens met lege handen van de jacht terugkwamen, dus we zijn, maar rond welke tijd zitten we nu? Dat is na het eind van de steentijd, denk ik. Het eind van de steentijd. Nou, dan kwamen ze met lege handen terug van de jacht. Maar die vrouwen, die hadden hun eigen stukje grond. En die kregen een groter aandeel in de voedselvoorziening. En je citeert... Die vonden de landbouw uit. Die vonden de landbouw uit. Ja, dat is fantastisch. Dat is een goede verworvenheid. En Marilyn Yalom, die citeer jij en die zegt... De uitvinding van de landbouw betekende de emancipatie van de vrouw. En dat hebben de mannen in deze oude, rond de evenaar gelegen culturen... even moeilijk kunnen verwerken als hun seksgenoten van de 20e eeuw. Vandaar dat in gebieden rond de evenaar de landbouw belangrijker begon te worden dan de jacht. En dat mannen soms wrok koesterden tegenover de vrouwen die hun gevoel van onmisbaarheid een knauw hadden gegeven. En ik vind die verwijzing met die verschillende gezichten naar de 20e eeuw interessant. Ook Marjan, wat jij schrijft over die giftige jonge mannen. Want ik vroeg me af in hoeverre zorgt de emancipatie van vrouwen, dus emancipatie van vrouwen toen, maar ook emancipatie van vrouwen nu voor wrok tegen vrouwen, als we naar het heden kijken. Ja, ik ontmoette een poosje geleden een vrouw die vertelde mij dat haar schoonmoeder woedend was dat zij ging werken. Want alsof haar zoon, dus de zoon met wie zij getrouwd was, of die niet genoeg inkomen had om haar te onderhouden. En het schijnt in de 20e eeuw voor veel mannen lastig geweest te zijn als vrouwen met eigen salaris naar huis kwamen. En vooral het punt wie verdient er meer was natuurlijk dan helemaal zorgelijk. Maar in die zin kun je het wel een beetje vergelijken. Kijk, die mannen als ze met lege handen thuis kwamen, je zou in je handjes knijpen dat er dan toch nog wat te eten was.
Maar als je het gevoel krijgt, die vrouwen die brengen alles in. En, die hebben en, ons niet meer nodig. Ja, die hebben ons niet meer nodig. Dat idee is denk ik een heel belangrijk idee. In hoeverre doe ik ertoe? In hoeverre ben ik nodig en speel ik een rol? Ik denk dat dat voor iedereen, voor vrouwen en mannen, belangrijk is. En hoe je dat invult, ja, dat hoeft gelukkig niet op dezelfde manier bij mannen of op dezelfde manier bij vrouwen. Dat is denk ik belangrijk. Ja. Ja, nee, ik denk het ook wel. Het is altijd een beetje lastig natuurlijk, omdat het dan lijkt alsof het toch weer de schuld van de vrouwen is. Zo van, jullie moeten zo nodig emanciperen. Ja, ja. Nou, en daarom zijn al die mannen zo stom tegen jullie. Dus dan wordt het een soort cirkelredenering. Maar ja, het is lastig om het zo één op één te maken, vind ik. Omdat gewoon mannen sowieso wel een beetje, zeker de witte man, natuurlijk wel wat onder druk staat in toekomstperspectief. Want bijvoorbeeld nu, je zei dus altijd, mensen hebben door de eeuw heen altijd een jongetje gewild. Heel veel mensen. Ja, maar nu bij die instituties waar je het geslacht kan, dat kan in Amerika, op sommige plekken en ergens in Europa, willen mensen liever een meisje. Het scheelt niet heel veel, maar dat is dus een enorme omslag. En dat lijkt er toch op alsof de future inderdaad female is. Dus dat mensen denken, en er zijn natuurlijk allemaal, weet je, meisjes studeren veel meer, vaker hoger opgeleid. Dus misschien. Maar waar je van af moet, is toch dat idee dat je als mannen en vrouwen met elkaar in competitie moet zijn. Absoluut. Kijk, vroeger toen je het ene kind na het andere kreeg, had je je handen vol. Maar godzijdank is er nu, zijn er manieren om je kindertal te reguleren. En als je geen kinderen wilt, dan kan dat ook. Dan heb je toch niet meer alsmaar te rekenen met het feit dat die ongelijkheid er was, omdat die vrouwen al die kinderen baarden. Nee, maar ik denk dus wel dat na wat research over de giftige mannen en nu, net afgelopen week heb ik, weet niet of iemand dat kent, maar dat is de intellectual dark web. En dat is een soort, niet echt giftig, wel allemaal mannen, witte mannen, die vinden, die het nergens over eens zijn eigenlijk. Dus over abortus of Trump of daar, allemaal verschil. Maar ze zijn het over één ding heel erg eens. En dat is dat de politieke correctheid is doorgeslagen en dat allemaal de schuld is van links. En daar hoort een beetje bij, dus dat ook, politieke correctheid is daarin ook, dus dat mannen en vrouwen hetzelfde zouden zijn. Dus het gaat daar heel veel over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat vrouwen niet zo moeten zeiken, want ze hebben het heel goed. En als je ergens het moeilijk over wil doen, dan kijk dan naar Afrika of naar India. Dat is natuurlijk altijd zo'n stokpaardje van, waarom heb je het niet over de vrouwen in Saoedi-Arabië? Ja. En ik denk wel dus dat een soort bedreiging van de witte man over zijn positie, waar die, hoe zijn toekomst, dat die zich wel uit in een lichte vijandigheid naar feministes of iedereen die, dus niet naar vrouwen in het algemeen per se. Niet daar. Niet als die vrouwen gewoon goed zorgen voor hun. Nee, zo seksistisch is het niet eens. Nee. Nee, maar gewoon. Dan moet je het maar eens opzoeken. Ik heb er nooit naar gekeken. Het is super interessant. Ik was een beetje hooked eigenlijk. Ook al was ik het met weinig eens, maar dat is weer een ander verhaal. Dus het is, wat je vraag was toch, het is wel een reactie op de emancipatie. Maar je wil het niet zo één op één zien. Nee, misschien is het vooral ook een reactie op discours, denk ik nu. Meer dan dat er vrouwen op de werkplaats zijn. Want daar, in deze tijd, doet niet echt, er zal niemand zeggen, ze moeten terug, bijna niemand, naar het A-recht. En is dat hier je nog iemand? Maar de taal, dus de MeToo zie je dus nu ook. Dat er steeds meer mannen komen die zeggen, dat gezeik van die wijven. Ja. Dat is dus nu helemaal doorgeslagen. Hè? Dus dan, het is te overheersend ook, vinden zij dan denk ik, in wat je ziet op tv. Iedereen daar van die mannen gelooft ook in een soort linkse conspiracy die ons allemaal soort van,
verwijfde type of mannen verwijfde types wil maken. Mannen mogen geen echte mannen meer zijn. Nee, dus daar verzetten ze zich tegen. En zien ze zichzelf dan ook als slachtoffer? Ja. En vind jij dat ze dat zijn? Nee. Ja, oh, ik vind het zo moeilijk. Ja, nee, nou, ze zijn niet de slachtoffer van vrouwen. Ik denk dat iedereen momenteel slachtoffer is van een kapitalistisch systeem. Wat ons tegen elkaar opzet, wat betekenis weghaalt uit alles. Dus iedereen of heel veel mensen zijn ongelukkig in hun bullshit jobs en maken geen carrière, voelen zich slecht over zichzelf. Dat is iets wat Lori Penny is, een Engelse feministe, die zei. Want het is altijd heel opvallend dat de meeste producten worden door vrouwen gekocht. Dus het zijn vrouwen die de auto, de ijskast. Mannen kopen veel minder. Dus ze zijn eigenlijk een hele belangrijke doelgroep in het kapitalisme. En zij zei, als vrouwen zich op van de ene dag op de andere dag, als iedereen zich goed over zichzelf zou voelen, goed over haar lichaam, goed over je, dan wordt er gewoon de helft minder verkocht. Omdat je die spullen dus ook koopt om je beter leven, om je vrouw te maken. Vrouwelijkheid is ook iets wat je tot op zekere hoogte natuurlijk kan kopen. Dus ik denk altijd, ja, daar zijn we allemaal slachtoffer van. Mannen ook. Mannen hebben het misschien. Mannen zelf zeggen trouwens, als ze het hebben over vrouwen moeten niet zo zeiken, zeggen. En daar hebben ze tot op zekere hoogte een punt mee. Van voor heel veel dingen zijn voor mannen veel zwaarder. Want het zijn mannen die verreweg het meest dakloos zijn. Het zijn verreweg het meest mannen die zelfmoord plegen. Als er een echtscheiding is, zijn het de mannen die de kinderen nooit meer zien. Dus waar hebben jullie het over, vrouwen? Dat jullie het zo moeilijk hebben. Dat zijn dus dan geluiden die je dan aan de rechterkant hoort. Daar zit ook wel weer wat in. En je beschrijft ook een verschil tussen jonge en oude mannen daarin. Ja, ja, dat is er natuurlijk heel erg. Want je hebt de oude mannen die echt iets verloren zijn. Die in de Rust Belt woonden of in de fabrieken werkten. Wiens baan natuurlijk niet door vrouwen is ingenomen, maar gewoon geoutsourced is. Omdat het ergens anders goedkoper was. Maar die echt iets zijn verloren en daardoor ook verrechtsen, want de buitenlanders hebben hun banen ingepikt. En je hebt de jonge mannen die eigenlijk nooit, en dat zijn die echte giftigen, die op die fora van de 4chan en zo, die hebben eigenlijk nooit iets gehad. Die zat het een grap over, die leven bij hun, en is ook een geuze term voor hun, dat ze bij hun moeder nog in de kelder wonen. Ze hebben geen geld om een huis te kopen. Ze hebben shitbanen. Ze zijn helemaal niet goed opgeleid. Ik vroeg me af, die moeder bij wie ze dan in de kelder zitten. Dat is waarschijnlijk een vrouw met een baan. Ja, ja, de vrouw. Dus eigenlijk hebben ze een prachtig, mooi, geëmancipeerd beeld gehad. Hoe komen ze dan zo giftig? Ja. Er is een mooi spreekwoord, een Spaans spreekwoord dat zegt, als je over vrouwen praat, denk dan aan je moeder. Ja, zou mooi zijn. Ja, misschien moet je dat eens op het dark web schrijven. Nou, ik denk wel dat ze voor hun moeder, maar daar maken mannen toch wel altijd een uitzondering voor. Ja, maar dat is juist het probleem. Ze zitten vaak ook in de wurggreep van die moeder. Ja. Dat is ook erg. Ja, dat is denk ik waar. Moeders kunnen enorme macht hebben over hun zonen, denk ik. En daarom bij veel volken krijg je, als je 12, 13 wordt, krijg je die rituelen. Hè? Dat je dus overgaat naar de groep van de mannen. En dan moet je dus losgescheurd worden van die groep vrouwen waar je eigenlijk als kind bij hoorde. Dus bij sommige volken krijg je een snee in je tong om flink te bloeden. Want die tong, daarmee ben je besmet door die moeder van wie je die melk gedronken hebt. En sindsdien met die melk heb je ook al die mentaliteit ingedronken. Dus dat moet allemaal weg. Je moet nu naar de andere groep en je losscheuren. Dat is heel ingewikkeld. Ja. Voor die jongetjes die toch kwetsbaar zijn als ze 10, 11 zijn. En dan krijg je dus de besnijdenis. Maar dat besnijdenis komt heel veel voor in de puberteit. Want kijk, die meisjes die gaan menstrueren
als ze 12 zijn, 13, en dan, dan zie je, oh ja, die wordt volwassen. Maar ja, bij jongens is dat minder duidelijk te zien. Dus die verliezen ook een beetje bloed bij die besnijdenis. Dus dan heb je toch ook wat. Ja. Ja. Wauw. Ja, zo wordt het vaak geïnterpreteerd. Ja. Ik heb nog twee vragen voordat we naar de zaal gaan. En ik wil even terug namelijk naar dat kapitalisme. Want Minneke, jij schetst in jouw boek ook dat die vrouwen, aan wie heel veel verkocht is, hebben ook een gigantische macht door middel van hun koopgedrag. En je ziet ook bijvoorbeeld, jij beschrijft over de boycott van Geen Stijl. Vrouwen zijn ook de markt. Dus ja. Ik vroeg me af, als je nou kijkt naar negatief, positief. Van ja, aan de ene kant heb je wel veel mensen die er slachtoffer van zijn. Maar aan de andere kant, heeft het niet ook vrouwen ontzettend veel macht gegeven? In theorie, ja. In theorie, absoluut. Maar dat weten bedrijven ook heel goed. Dus Shell heeft nu een soort online campagne met feminisme. Mm-hmm. We vinden vrouwen zo ontzettend belangrijk. Shell. Dus dan heb je het over een van de meest vervuilende, uitbuitende bedrijven. Maar die maken goede sier met feminisme. En dan zijn er echt legio voorbeelden. Mm. En dan, ja. Weet je, dan niet met vrouwen, maar met Colin Kaepernick van Nike, die dan gebruikt werd door Nike. Dat is ook een voorbeeld van waarin je dus iemands verhaal, daar maakt Nike goede sier mee. Ondertussen hebben ze nog steeds die sweatshops en uitbuiting. En dan zijn er gewoon mensen die op de rode loper met Nike-logo's heel groot, omdat ze dat zo fantastisch vinden. Dus ja, dan. In theorie heb je heel veel macht met je koopgedrag. Maar als je dat geeft aan bedrijven waarvan je denkt, oh, dat is een leuk verhaal, vertellen die. Ja, het is toch heel raar dat je, net als je met Nike of met Armani op je boezem loopt, dat je je dan heel wat voelt. Mm-hmm. Want dat zouden we gewoon helemaal niet moeten willen. Oh, sorry. Maar ja, het is wel waar. Waarom doe je dat? Hoor je dan ergens bij? Of moet je het juist helemaal niet meer doen? Om te laten zien dat wij niet de slaaf willen zijn van die grootkapitalistische bedrijven. Nee, ja, het is heel moeilijk om eraan te ontkomen, denk ik. Ja, moeilijk zelfs. En ook wel weer duur. Dat je ook een beetje denkt, ja. Ja. Maar moet ik daar mijn prestige aan ontlenen, is de vraag die je dan. Ja, en wil ik graag een wandelende reclamezaal? Ja, daarom. Sorry. Maar goed, gratis ook nog. Een gratis reclamezaal. Oké, laten we hier een andere keer over verder praten. Mijn laatste vraag aan jullie is die. Giftige jonge mannen. Ze zijn een beetje in opkomst. Of althans, ik denk dat het er meer zijn dan 10 jaar geleden. Ja, ja. Wordt dit erger? Nou, ik las vandaag een artikel op The Atlantic. En het ging over Amerika. Maar dat is een soort voorland. En daarin hebben ze nu net onderzoek gedaan. En hebben ze de samenleving in 6 groepen. Tribes ingedeeld en de vraag gesteld: vinden jullie dat politieke correctheid is doorgeslagen? En je kan ervan uitgaan als het antwoord ja daarop is, dan vinden ze dus dat MeToo is doorgeslagen, dat je ook niks meer mag zeggen tegenwoordig. Dan zit je dus in die hoek. En van de 6 groepen waren bijna allemaal van 80% dat inderdaad absoluut zo was. De politieke correctheid doorgeslagen. En er was 1 groep die dat niet vond. Dat was de meest homogene groep van allemaal. En dat waren witte, hele hoogopgeleide 20ers. En dus daar werd het woord gebruikt woke, die zichzelf dan als woke. En die vonden dat helemaal geen probleem. Daar vonden maar heel weinig dat het een probleem is. Als je dus zo'n onderzoek hebt, dan zie je wel een probleem, zeg maar, van dat heel veel mensen in de samenleving dus het verzet tegen de linkse progressieve waarden veel groter is dan je hier, denk ik, op het moment in de Bali zou denken. Of in je bubbels op internet, waar we zelf ook weer niks aan kunnen doen.
Dus we zijn er nog niet vanaf, nee. Dat denk ik niet. En zie je dat verwerpen van die progressieve, waarden als bedreigend voor vrouwen? Of potentieel bedreigend voor vrouwen? Nog een keer? Denk je dat dat bedreigend is voor vrouwen, dat verwerpen van politieke correctheid? Ja, want het is wel echt agressie naar vrouwen. En als dus ik denk dat MeToo, alles wat er bereikt is, kan nog weggaan als het omslaat. En gewoon heel veel mensen zeggen, ja, nu is het echt wel genoeg geweest. Nu moet je niet zo zeiken met je, oh, ik heb weer een verhaal. En dan daarmee kan echt heel veel teniet worden gedaan. Of in alles wat er bereikt is aan bewustwording is niet een gegeven dat het ook blijft. Daar kan zo een terugslag op komen. Maar als je naar andere delen van de wereld kijkt, dan denk ik, is het toch een heel belangrijke beweging. Ja, daar ben ik het mee. Ja, en dan gaat het, denk ik, over heel veel bewustwording bij vrouwen op heel veel plekken. Mm-hmm. En die ook moedig hun nek uitsteken. En voor het eerst. Hè, er staat net zo'n mooie reeks in de NRC op het ogenblik. Nu was er net een vrouw uit China. Ja, het is daar heus heel moeilijk om dingen aan te kaarten. Die de regering misschien niet prettig vindt. Maar ze doen het wel. Ja, nee, ja dat is fantastisch. Ja. Maar ja, er kan dus een backlash. Ja. Ook weer zei, dat was ook met die rechter Kavanaugh in Amerika. Ja. Daar ook heel veel vrouwen die dat huilend filmpjes gezien, dat het een schande was wat hem werd aangedaan. En er waren vrouwen die zelf MeToo ervaringen hadden. Maar dat betekent niet automatisch dat je dus dan iedereen, of als het maar bekend is, dat je dan wel iedereen naar je kant krijgt. Hm. Want weet je, ja, het kan ook dat het gewoon omslaat. Mensen denken, nou, nu is het wel genoeg geweest. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar... Nee, maar dat is wel interessant. Het hangt toch ook van mensen af. Van... Ja, absoluut. Dus bewustwording is heel belangrijk, denk ik. Absoluut. Ja, ja dan moeten we gewoon... En ik denk wel inderdaad dat verhalen blijven, wat jij net al zei over dat het vrouwen meer over zichzelf of over hun lichaam, denk ik ook dat daar heel goed. En het soort terugpakken, zeg maar, van en je seksualiteit en je joy en je kracht en niet dus door die beelden laten overheersen. Echt maar weg of zo. Ja, en nieuwe verhalen te vertellen. En dat lijkt me heel belangrijk. Doen we. Ja. Ik kijk even naar de zaal. Is er iemand die een vraag heeft? Ja, ik zie daar. Mag ik wat licht? Oh. Diewertje, komt naar jullie toe, naar wat verder achterop. En dan ga ik hier een eerste vraag ophalen. En ik had iets gezegd over het liefst zo kort mogelijke vragen. Dus als dat lukt, heel fijn. Ik heb een hele korte vraag. Wat vinden jullie van het woord feminisme? Sorry? Het woord feminisme. Wat zijn jullie gedachten daarover? Wat vinden jullie van het woord? Doe maar. Ja. Ik zal het heel kort ook proberen te houden. Ik ben het best wel eens met, en helaas ben ik haar naam vergeten, van de schrijfster die een pamflet heeft geschreven, Why I'm Not a Feminist. En daarin zegt ze dat zij, ik niet helemaal mee eens, maar ik moet het hier toch even noemen, want het is een goede vraag. Daarin zegt zij dat feminisme eigenlijk gecoöpteerd is, wederom door het bedrijfsleven, en dat dat gewoon geworden is van, vrouwen mogen ook succes hebben. Vrouwen moeten ook hoge posities hebben. En zij zegt, de echte bevrijding van de vrouw is niet mogelijk met een radicale omwenteling in het systeem. En feminisme zou dat moeten betekenen. Zou iets veel radicalers, of betekent het voor haar, is het iets veel radicalers dan het, we zijn gelijk en we willen allemaal succesvol zijn. Ik ben daar wel gevoelig voor. Ik zeg niet dat... Ik weet het niet precies, maar ik noem deze even. Ik denk dat misschien door mijn eigen geschiedenis, dat ik eerder... Ik heb vroeger vaak gezegd, ik ben geen feminist, maar een equalist. En de laatste tijd zeg ik, we zouden eigenlijk allemaal humanist moeten zijn. Dan echt humanist. In de zin dat elk mens telt
En elk mens waardevol is. En dat het dus in principe niet zou moeten uitmaken. En dan in die richting moeten we denk ik op als we de giftige mannen misschien een plek willen geven. Ja, ik weet dus niet of zij zich daardoor zouden... Nee, misschien wel. En ik denk dat je het vooral ook over hun angsten zou moeten hebben. Want als iemand giftig wordt, dan zit er iets achter. Dan is daar een gekwetstheid of angst. En ik denk als we die angsten met elkaar op tafel kunnen leggen en het erover kunnen hebben... Nou, dat is dus wel zo erg aan nu. Dat de enigen die dat agenderen, zijn dus die hele rechtse partijen. Waar ze dan ook naartoe trekken. Er is weinig... Ik lijk een vastgelopen plaat. Maar de ene linkse manier zou zijn om het kapitalisme te bekritiseren. En daar, zoals Bernie Sanders doet. En die weet ze ook aan te spreken. Maar hier links niemand. Die bereiken die giftige mannen. En die zitten dus allemaal bij Thierry Baudet en bij Wilders. En dat is best gevaarlijk. Want partijen moeten niet te groot worden. Dus we zouden ook niet in bubbels moeten blijven zitten. Nee. Dat is het. Dus het dat doorbreken daarvan. Is cruciaal. En dat moet iedereen op zijn eigen plek maar proberen. Probeer eens mensen tegen te komen met wie het van harte oneens bent. En heb het er met elkaar over. Ja, dat is even, gewoon... We moeten denk ik naar een volgende vraag. Heb jij een vraag daar? Daar achter je denk ik, ja. Denken jullie dat #MeToo het niet uit de taboesfeer haalt? Maar ik denk niet dat het het oplost. Dat is meer mijn idee. Ik denk dat het hele idee van seksueel overschrijdend gedrag naar buiten brengt. Maar het lost eigenlijk helemaal niets op als je naar Job Goschal kijkt. En naar Kemna, die enkel van naam is veranderd. Maar nog steeds marktleider is in de hele castingwereld in Amsterdam. Ik weet ook niet zeker of Kemna Casting nou ten onder moet gaan door die Job... Dus ja. Ik denk dat het lastig is om zo'n casus te bespreken. Maar je algemene vraag is denk ik... ik denk dat dat iets is wat we zo eigenlijk misschien aan de bar kunnen bespreken. Maar je algemene vraag is eigenlijk... Lost MeToo nou iets op? Verandert het echt iets? Is dat goed? Ja. Ik denk in de bewustwording van vrouwen wel. En van mannen ook, denk ik. Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Maar ook wel dat vrouwen dus denken... Oké, dit is niet normaal, niet mijn schuld... Door de vele verhalen, dit is iets wat in de samenleving zit. Dit lag niet aan mij. Ik denk dat dat heel krachtig daar is. Mannen inderdaad ook wel bewustwording. Maar dan denk ik dus van de mannen die het doen... die denk ik niet dat ze zo van... voortaan hou ik mijn handen maar thuis. Nee, maar ik denk dat het dan ook ligt aan als vrouwen zelf bewust zijn... En duidelijk maken wat ze wel en niet willen... Dan kun je daar wel, denk ik, verandering in brengen. Ja. En meer vrouwen in de top maakt natuurlijk een enorm verschil ook. Nee, dat denk ik niet. Denk je niet? Nee, echt niet. Nee, dat denk ik niet. Omdat binnen, waar het ook is, bedrijf, politiek hun eigen regels hebben. En om daar te komen. Ja. Thatcher was niks. Nee, dat is waar. Maar Merkel ik denk is ook niet... Maar ik denk aan bijvoorbeeld waar ik gewerkte aan de universiteit. Dat het toch wel uitmaakt dat er meer vrouwelijke hoogleraren kwamen. Ja. Ik bewaar deze even voor een volgende discussie. Ja. En hier een vraag. Ja. Ik hoorde jullie net praten over biologie. En toen vroeg ik me af... Welke rol zou biologie moeten innemen in deze discussie? Want we zijn natuurlijk wel een soort van uit de hand gelopen diersoort als mens. Dus biologisch speelt natuurlijk zeker een rol ook in hoe we met elkaar omgaan. Dus welke rol zou het moeten innemen in deze discussie? Dank je. Ja. Ja, ik... ga maar. Dus eigenlijk is het hetzelfde als de nature-nurture discussie bij kinderen. Waar je nooit uitkomt, want we weten het ook niet helemaal precies. Ik vind het zelf oneindig veel zinniger om het over cultuur te hebben. Omdat daar nog iets aan te veranderen is. Ja. Dat maken we met z'n allen. En bij biologie is echt heel snel een dooddoener van, oké. En biologie is ook misbruikt. Ja, ik heb in mijn boek staat een citaat van Ibn Abbas, een gezel van de profeet. En
Daar staat, als een man een erectie krijgt, dan is er geen houden meer aan. En dat gaat nog even door. Ik heb het citaat hier niet helemaal letterlijk bij de hand. Maar zolang het de opvoeding meegeeft dat je als man, als je een erectie hebt, dat je dan meteen je gang moet gaan, omdat er anders iets verschrikkelijks gebeurt. Dan denk ik, dan moet je eens kijken wat die biologie echt is. En dat zegt Ellen Laan, seksuoloog. Volgende week dinsdag zit ze in het Studium Generale, waar ik de eerste lezing heb. En zij de tweede, gaat over seksuologie. En zij zegt, er is niks aan de hand als een man een erectie krijgt. Want vroeger werd dan gezegd, hij krijgt blauwe ballen. Dus dat is te erg, dus hij moet. En zij zegt, hij krijgt gewoon een zaadlozing en klaar. En hij hoeft helemaal niks. Hij moet alleen anders zijn brein instellen. Dus die biologie wordt misbruikt in een aantal gevallen, is misbruikt. Wat ja. Betreft. Ik heb hier een laatste vraag. Een centraal thema van de avond was de angst die mannen hebben voor het mystieke concept van baarmoedercapaciteit. Dat mannen dus eigenlijk nooit compleet zullen kunnen doorgronden. Maar hoe komen wij van die angst af? Hoe komen wij Dankjewel. Van die angst af? Ja. Ik kom weer langs jullie. Ik denk dus dat het belangrijkste is om over je angsten met elkaar te praten. En, want we zitten allemaal met die oude molensteen om ons nek van de traditie. En alles wat in de groeven van onze genen terecht is gekomen. Als je je daar niet bewust van bent, dan blijft het er allemaal zitten. Maar het mooie van mens zijn is dat je ook dingen kunt veranderen. Hè, een nieuwe richting inslaan door het er met elkaar over te hebben. Ik denk dat dat de enige oplossing is. En ik denk dat je je dan zoveel beter voelt als je het met elkaar over je kwetsbaarheden kunt hebben. Want het is geen schande om angst te hebben. Hè, maar het is fijn als je er ook over kunt praten en er misschien een keer van af kan komen. Hopen wij. Dat lijkt me. Oh ja, ik wou nog even een mop vertellen. Leuk. Leek me leuk om mee af te sluiten. Een mop die mannen onder elkaar vertellen. Als mannen doodgaan, dan zijn er twee rijen bij de hemelpoorten. Er zijn twee hemelpoorten. De ene rij is voor mannen die door hun vrouw onderdrukt zijn. En de andere rij is voor mannen die niet door hun vrouw onderdrukt zijn. De heilige Petrus gaat kijken, af en toe. Hij kijkt eerst bij de poort van de rij waar de mannen onderdrukt zijn door hun vrouwen. En dan doet hij gauw die poort dicht en gaat hij bij die andere kijken. Er staat één klein schriel mannetje. En Petrus zegt tegen hem, hé, wat doe jij hier? Mijn vrouw heeft mij gezegd dat ik in deze rij moest gaan staan. Leek me leuk om je af te sluiten. Dank jullie wel voor vanavond. En dank jullie wel dat jullie zo lang dit met ons wilden aangaan. Het boek is te koop buiten. En jij wil vast wel signeren als de mensen dat willen. Fijn. En dan kunnen we nu naar de bar. Dank jullie wel. Yeah.